tweede avond, nieuwe seizoen, Songs from the Heart, is helemaal gewijd aan Harry Smith. De man die je daar geprojecteerd ziet. Harry Smith was een professor in de literatuur en in de scheikunde. En die vond het in de jaren 50 leuk om alle opnamen uit de jaren 30 en eind jaren 20 opnieuw uit te brengen op LP, een nieuwe uitvinding. En zo bracht hij drie dubbele albums uit met ballads en social music, Cajun, country, oude country gospel muziek. En die platen werden in de jaren, eind jaren 50, begin jaren 60, de folk bijbel voor mensen als Bob Dylan, Tom Paxton, Pete Seeger en noem maar op. Al die nummers werden nagespeeld. En wij gaan vanavond proberen met een heleboel Zeeuwse muzikanten dat ook te doen. Ik begin met een nummer van Mississippi John Hurt. Mississippi John Hurt was een gitarist die in Mississippi leefde, zijn naam zegt het al. Gewoon een sharecropper, iemand die bij de boer werkte en 's avonds voor zijn plezier gitaar speelde. En een aantal van die opnamen werden in 1928 opgenomen, zo'n 13 stuks. En gitaristen in de jaren 50 en 60 probeerden zijn stijl van hem over te nemen. Alleen ja, ze hadden alleen die oude plaat van Harry Smith. En toen werd Mississippi John Hurt werd herontdekt. Iemand stuurde een postkaart naar John Hurt in Evelyn in Mississippi, want hij had een plaat gemaakt, Evelyn is my hometown. En toen werd hij ontdekt, dan ging hij erop treden, kon iedereen zien hoe hij zijn gitaarstijl had ontwikkeld. Volgende liedje heet Spike Gravis Blues, gaat over John Henry, een legendarische Amerikaanse held die zo goed met een steamhammer, nee met een gewone hamer, stenen kapot kon slaan, dat hij een steamhammer kon verslaan. Uiteindelijk vond hij toch de dood en de man in dit liedje die legt zijn hamer op neer, want hij wil niet, net zoals John Henry, doodgaan aan het werken. Take his hammer, carry to the captain, tell him I'm gone. Tell him I'm gone, tell him I'm gone. His old hammer, it killed John Henry, won't kill me, won't kill me, won't kill me. It's a long way from East Colorado to my home, to my home, to my home. John Henry was a steel driver. He went down, he went down, he went down. John Henry, he left his hammer by the side of the road, by the side of the road, by the side of the road. Take his hammer, get him to the captain. You can tell him I'm gone. Tell him I'm gone. Tell him I'm gone.